Vanavond in Kruispunt een profiel van de Nederlandse pater Frans van der Lucht in Syrië. Hij voelt zich heel verantwoordelijk. En dat geeft hem een impuls om door te vechten. Na 20 maanden blokkade snakken we naar bevrijding. Ik maak me heel veel zorgen of hij het nog redt. Het is een broer van 75 jaar. Hij heeft die keuze gemaakt. Dat hebben we ook te respecteren. Kruispunt, vanavond op Nederland 2.